Het is een heel pandemonium in een niet uitverkocht Camp Nou. Maar alle vedetten van Barcelona zijn er zo'n beetje bij Catalonië. Natuurlijk niet de minste ploeg als je kunt beschikken over Valdés, Piqué, Puyol, Xavi, Boyan en Busquets. Hier is Puyol, maar alle aandacht gaat natuurlijk uit naar Johan Cruijff. Terug in dit stadion als coach nadat hij bijna 14 jaar geleden werd ontslagen. Twee competitiewedstrijden voor het einde. Dat was in 1996, na 8 fantastische jaren waarin hij onder meer de Europa Cup 1 en 2 bracht. Hij heeft ook een verleden als speler dan in dit stadion. Diego Maradona op de tribune vanwege een schorsing na wat grove uitlatingen nadat Argentinië zich uiteindelijk toch wist te kwalificeren voor het WK. Het is een leuke, interessante, attractieve eerste helft. Maar het is wachten op doelpunten. De vrije trap van Xabi gaat net over. Dan deze actie van Gonzalo Higuaín. En de inzet gaat via het lichaam van Puyol net over. Ja, het scheelde niet heel veel. Heeft ook Maradona gezien op de tribune. Dan 2 minuten nog in de eerste helft. De crosspaas van Boyan op Verdú. De voorzet is goed en kan worden verlengd door Sergio Garcia. 1-0 voor Catalonië in Camp Nou. Dan de tweede helft waarin het tempo wordt opgevoerd. Waarin de ruimtes groter worden en waarin de sterren opstaan. Boyan met de actie. Boyan, korte hoek gevonden. 2-0. Argentinië dat toch aanspraak hoopt te maken op een wereldtitel in Zuid-Afrika. Hier niet met alle grote verdetten. Messi bijvoorbeeld op de bank. Toch 2-0 achter. Dat voelt dit team als een vernedering. En zodoende wordt de aanval eens te meer gezocht. Datolo in de ploeg gebracht. Hier is hij, balletje opzij. Bal komt terecht bij Javier Pastore. En dit is nog eens uithalen. 2-1. Doelpunt van de Argentijnse KK. Pastore. Een paar minuutjes later deze actie van invaller Corro. Hij wordt gestuit door Pareja. Onreglementair. Sergio, de man van Deportivo La Coruña. Maar geboren in Barcelona. 3-1. Sergio Garcia levert de bal in. Hier komt Argentinië weer met Angel Di Maria. De speler van Benfica. Die in de gaten wordt gehouden door Manchester United. 3-2, maar een kwartier voor tijd. Moises met 4-2. Het is een spektakel zoals we dat kennen uit zijn beste tijden. Johan Cruijff beleeft een glorieuze terugkeer op het voetbalveld.